allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex Steenrechten. Het is zondag vandaag en ik ben hier op het het gedeelte tussen Nieuw-Beiland, Doekzwaard en Spijkenisse voor de putten. Ik weet niet of dat ik lang kan filmen, want zoals jullie kunnen zien, aan deze kant zien jullie nog wel aardig wat wolken en het mist het ook een klein beetje, dus ik moet even kijken hoe lang ik kan filmen. Nou, het is zondag en de week gaat weer beginnen, maar een paar weekjes en dan gaan we vakantie vieren gelukkig, dan is het over. Dan heb ik even een weekje vrij en dan ga ik even een weekje even lekker ertussenuit, waar ik dus ook de camera meeneem en dus ook ga filmen. Ik zou dus eigenlijk vandaag een vlog met Joost opnemen, maar dat ging niet. Ik had geen tijd, dus vandaar. Ik moet toch wat filmvoer hebben. Vind ik zo'n mooi woord, filmvoer. Dus ik denk, weet je wat? Wat is een mooie plek en wat is een plek wat lekker dichtbij is? Nou, dit stuk dus jongens, dit stuk. Daar is het pontje naar Nieuw-Beiland. Ik zal even filmen. Dat is de pont van Spijkenisse naar Nieuw-Beiland. Of de pont van Hekelingen naar Nieuw-Beiland. Dat is dus hier ook. En ik denk dat het al een stukje wezen. Om precies te zijn. Hier is het einde. Dus het is maar een heel klein kippenstukje. Maar Nieuw-Beiland wil nog steeds geen brug laten maken, omdat dan zogenaamd al het gespuis van Spijkenisse naar Nieuw-Beiland zou komen. Dus het is nog steeds een veerpont, daar gaat hij toevallig net. Dan is die weer bij de overkant. Zo'n klein stukje is het. Dus vandaar. Nou, ik ga dus waarschijnlijk volgende week ga ik een vlog opnemen met Joost. En ik ga waarschijnlijk morgen, als het een beetje mee zit, ook een vlog met Joost opnemen. We moeten nog even kijken wat we gaan precies gaan doen. Maar we gaan in ieder geval een vlog nemen. Ja, het weer wordt slechter. Ook regen gehad. Dus de buitenvlog zal er wat minder zijn. Omdat het weer gewoon slechter wordt. Het is natuurlijk al, de zomer is natuurlijk al afgelopen. En ja, daarom zal dus er wat meer binnenvlog zijn in plaats van buitenvlogs. Nou, ik hoop dat morgen Joost tijd heeft. En dan gaan we een vlog nemen als we zo tijd hebben. Niks van, ik ben heel arm naar me te kijken. Van wat is die gozer nou aan het doen? Hij heeft een stokje onder. Dus ja, ik hoop dus echt vanavond even te gaan streamen. Als Joost er niet is, dan ga ik wel even naar opstreamen. Maar ik moet gewoon weer even met de auto 5 streamen. Het is alweer zo lang geleden dat ik dat gedaan heb. Nou, ik heb de rest van de dag eigenlijk, van morgen en vanmiddag, heb ik dus even lekker voetballen opgehad. Gisteren heb Heracles verloren van Feyenoord. Het was een slechte wedstrijd weer. Ze kwamen met 3-0 voor. En toen kwam het weer het gewone wat Feyenoord altijd heeft. En dat is dat ze dan denken van, nou, we zijn er al, we hoeven niks meer te doen. Nou, fout dus, want Heracles kwam weer terug tot 3-2. En in de laatste minuut scoorde Feyenoord nog een doelpunt. En toen was het 2-3. Maar waarom is het nodig, jongens? Dat we gewoon lekker winnen. Nou, ik wou nog wat zeggen, maar dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval ga ik vanavond dus verder bij het spelen. Oh ja, de dag. Zie je, ik ben weer zo snel afgeleid. Het is toch niet geloven.
Nou, in ieder geval heb ik dus vanmiddag dus voetballen gekeken en ik heb een lekker wedstrijdje Planet Coaster gespeeld. Ik merk dat de Planet Coaster livestreams ook minder vaak bezocht worden. Laat even in de reacties even achter wat jullie van Planet Coaster vinden, want ik heb zo het gevoel dat niemand eigenlijk op een Planet Coaster serie zit te wachten met de afleveringen weer aan al gestopt. Ik vond gewoon dat het te weinig bezoekers aantrok, dus daarvoor ben ik eigenlijk gestopt met de Planet Coaster afleveringen van de Steam Workshop. Livestreams worden ook niet echt goed bezocht. De enige livestream die echt als een tierenlier loopt, dat is Grand Theft Auto 5. Die loopt wel heel erg goed. En ja, laat even in de reacties even achter wat je ervan vindt. Nou, als het goed is gaat zo de pont weer de andere kant op. Weer terug naar Spike City. Gaan we ook even filmen natuurlijk. En ja, wat dat betreft... Dus hier ook is hier ontzettend mooi. Ik haal zo even de camera eraf. Of de camera haal ik even van de selfie stick af. En dan maak ik even wat omgeving materiaal. Want het is echt best wel mooi. Ik denk dat ik dat er wel doorheen pak. Dus ik ga zo nog eventjes lekker even een beetje omgeving filmen. En ik zou zeggen veel plezier met de beelden vanaf Hero.
Zo, en daar ben ik weer. We zijn onderweg naar de Berenplaat. Daar wou ik even nog een stukje laten zien. Ik zag eigen verkeer staan. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Maar het stond wel weer op parkeerplaats. Dus ik denk, nou, dan zet ik hem maar bij de parkeerplaats neer en dan loop ik een stukje. Maar het is nog wel een aardig stukje lopen. Dat wou ik nog even laten zien. Ik ga niet de Berenplaat zelf in, maar ik wil nog wel even de Berenplaat laten zien. En dan kun je aan de andere kant nieuw Beiland of oud Beiland zien. Oud Beiland zien. Dus dat wou ik nog even laten zien aan jullie. Nou, ik had het vorige keer over de BV, de eerste Optrex BV. En er wordt toch steeds meer, belangrijkere dingen. Is het wordt het gewoon duidelijk dat de BV noodzakelijk is. Iedereen die in de BV zit, kan ik mee opnemen. En iedereen die er niet in hoort, die gaat eruit. Dus het is gewoon belangrijk dat die BV er komt. Met Joost kan ook leuke video's opnemen. Dus dat is in ieder geval zeker weten iemand die in de BV komt. En voor de rest zien we het wel. Ik ben nog even aan het wandelen. Het is geen zonnetje weer, maar het is weer een beetje donker. Het is een beetje slecht weer. Het weer is echt laat te wensen over. De ene keer is het mooi en de andere keer regent het weer keihard. Dus, maar ja, we zitten al in september. Dus we gaan ook weer langzaam over een paar maanden weer naar de winter toe. Dus de herfst en de winter die komen er ook aan. Nou, ik spreek jullie dadelijk weer als ik op de plek van bestemming ben. We zijn al een stukje dichterbij en dit is dus de Berenplaat. Echt een apart stukje omgeving. Ik weet nog wel dat ik begin jaren 90 in Spijkenisse kwam wonen. En toen was ik een keertje hier verzeld geraakt en toen werd je echt met argusogen weggekeken van wat moet je hier ook. Dus dat was wel argwet. Nou, ik zal eens even weglaten koepels. Dan hier ook eens Spijkenisse. Met daar verder op de Maaswijk. Dat wou ik nog even laten zien. We zijn er al bijna. De camera staat een beetje scheef. Zo. Even een lekker wandeltje nog eventjes. Toch nog. Gisteren ook al weg geweest. We hebben ook een buitenvlog opgenomen. Dus jullie worden verwend weer met de buitenopname. Terwijl het andere meer in de auto was. Nou. Oh, wat boerderijtjes hier. Oh. Hier is het net of dat tijd heb stilgestaan. Dus vandaar. Aan deze kant valt niet veel te zien. Er is alleen maar tijkies. Tijk. Hop. Hallo. Dus aan de rechterkant is niet veel te zien, maar dat zal zo veranderen. Ja, echt een apart stukje hier ook. Best mooi. Ik zie daar ook al een heleboel fietsers en zo voorbij. Staan daar stil. Staan te kijken. Ik weet niet wat er te zien is. Maar ik ga het zo daar toch even een stukje filmen. Want ik wil nog wel eventjes Oud-Beiland laten zien aan de overkant. Dit is dus de Berenplaat. De Berenplaat is hier ook. Dat is dus de Berenplaat.
hebben dus de berenplaat. We zijn er al bijna. Oh, een klein stukje. Dan gaan we zo eens even een stukje filmen. Ik weet niet wat die lui daar moeten, maar... Alle toeristen. Ik zag ook bij de parkeerplaats al een Belgische auto. Dat kom je hier echt zelden voor. Hè? Dat zie je bijna nooit. Pontje naar Oud-Beiland. Ik weet niet of dat er ook was. Maar volgens mij is dat meer, meer in gebruik of zo. Oud-Beiland. En de berenplaats Spijkenissen. Willemstad, zie je, Willemstad, 10 gemeenten, Stellendam, Hellevoetsluis, Spijkenissen, Oud-Beiland, Rotterdam Erasmusbrug. En die gaan dan op bepaalde tijden, gaan ze dan. Ik zal niet helemaal verder gaan, het staat er wel op, maar dit is dus de berenplaat. Thank you.
Zo, en ik ben inmiddels weer thuis. Ja, ik had een outro op locatie opgenomen, maar dat geluid was zo ontzettend slecht door de harde wind. Dat ik dat niet kon gebruiken, omdat je me bijna niet kon verstaan. Dus vandaar dat ik nog eventjes de outro hier binnen thuis weer opneem. In ieder geval, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. En ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog. Hier op het Chill Tracks. En skabadi, skabadoo, skabadabadoo.